Pascal Bosmans, ik ben 27 jaar en ik ben afkomstig uit Hasselt. Ja, ik ben Rob Cornelissen, 21 jaar oud, van naam en dakkel. Twee keer dat ik hier op seizoen kom. De eerste keer was in Lusseplo. Tweede keer was hier in Tienje, leuk seizoen. Alleen dat werken, dat is altijd veel langs. Morgens opstaan, 6:30, schuppen, schouderpijn. Komt op de berg, al een beetje vermoeid. Maar dan is het wel de snowboard spirit die ons wel verder helpt. Dus toch op die jump te gaan en toch motiveerd te zijn. Het seizoen was goed begonnen, eind december. Zware sneeuwval gehad, dan is het een week rustig geweest. En dan was het nieuwjaar, om klokslag 12 uur, volgende bak sneeuw, heel de nacht gedumpt. Morgens nog even moeten werken, daarna volgende bak koeien gereden. En hebben we 5 jumps gebouwd in die week. En daarna hebben we geen ene jump kunnen springen, want alle jumps die waren gewoon weggesmolten. Gewoon door de warmte, dus we konden ook helemaal niks doen. Dit winterseizoen was een heel cool seizoen, zeker met de vrienden erbij in Tienje. Als ik eraan terugdenk, de schoonste momenten zijn zeker de momenten dat ik op de plank heb gestaan. Want werken hebben we daar ook moeten doen, dat zijn de mindere momenten. Maar eenmaal terug op de plank, vergeet je alles van het werk en het telt nog maar één ding. Allemaal Jeannette. Allemaal Jeannette. Allemaal Jeannette. Ik heb toch wel 30 grill staan, dat wel. Maar dat is helemaal niks meer. Mijn benen kunnen me neer, de slush is veel te zwaar.